een bezoekregeling voor verpleeghuizen. Waar bemoeien ze zich eigenlijk mee in Den Haag? Mijn naam is Theo van Uhm, directeur langdurige zorg op het ministerie van VWS. In crisistijden spelen duivelse dilemma's. Moeten snel, soms heel snel, beslissingen worden genomen. Beslissingen met een grote impact op het leven van bewoners in verpleeghuizen en hun naasten. Daarom is het belangrijk dat hun stemgeluid goed wordt gehoord. Niet alleen op de locaties en in instellingen, maar juist ook in Den Haag. Dialoog, daadkracht en Den Haag. Daarover praat ik graag met je verder op 30 november.